Na het volgen van een cursus is de regio een aantal energieambassadeurs rijker. Het gaat om mensen uit de wijk die vaak al bezig zijn met duurzame projecten, maar ook graag hun buren willen helpen met vraagstukken over de energietransitie. En of het nu gaat om een grote verbouwing of wat kleine tips om het energieverbruik terug te dringen, de ambassadeurs staan graag voor je klaar. Dus ik ben nou energiestraatambassadeur en ik kan daarin dan keukentafelgesprekken voeren met mensen, zodat ze uiteindelijk minder energie gaan verbruiken. Want we willen met z'n allen naar een energie-neutraal 2050 toe. En dat zullen we nu al in gang moeten gaan zetten. Wat belangrijk is, dat, en is op dit moment heel actueel, dat we steeds minder gas krijgen. Dus dat is natuurlijk al belangrijk. En dat we nogal fossiele brandstoffen, elektriciteit opwekken voor een heel groot gedeelte. En daar moeten we iets aan gaan veranderen. En daar is die energietransitie voor bedoeld. En dat veranderen is nou net één van de dingen waar de energieambassadeurs goed van pas komen. Want de verandering moet grotendeels vanuit de huiseigenaren komen. Maar die moeten dan wel bereikt worden. In het algemeen zie je vaak als we om duurzame energie gaan dat het heel vaak snel naar de technische kant gaat. En wat wij met deze cursus is het eigenlijk hebben willen benadrukken is dat het niet alleen maar om die techniek gaat, maar juist veel meer ook om die menselijke kant en om wat wil eigenlijk de bewoner van een huis en hoe bereik je die? En dat is meestal niet door meteen over zonnepanelen te beginnen en over wat het kost en wat het opbrengt, maar veel meer te luisteren naar wat een bewoner wil en of die wat voor vragen die heeft over hoe die misschien zijn wooncomfort kan verhogen en misschien kan besparen. Maar het vertrek is altijd luisteren naar de bewoner. Natuurlijk zijn er heel veel professionals die precies kunnen vertellen wat er in een woning verbeterd kan worden. Maar toch is er juist gekozen om te werken met mensen uit de wijk. Nou, het is in eerste plaats zo dat ze wat technische kennis moeten hebben. Je moet ook iets van een woning afweten, iets van de installatie, dus van de cv-installatie. Wat voor meer soorten verwarming zijn er allemaal nog meer. Maar ook over isolatie, dus over isoleren van de woning. Maar het zit hem ook meer in het sociale aspect. Als er professionele mensen aan de deur komen, dan schrikt dat vaak af. Dan denken ze van ja, die komt hier om wat te verdienen en daar is op zich niks op tegen. Maar men heeft dan gauw het beeld van niet over mijn rug en dan sluiten ze het af en er gebeurt er niks. En die energieambassadeurs, die proberen we zo in te zetten dat het mensen uit de buurt zijn die de buurtgenoten proberen te overtuigen. Een ambassadeur moet dus iets van techniek weten en tegelijkertijd ook op een begrijpelijke manier het gesprek aangaan. Maar wat voor soort mens gaat er nou schuil achter zo'n energieambassadeur? Enerzijds een idealist, maar anderzijds ook iemand die voor de volgende generaties wel wil dat het gaat gebeuren. Dus in die zin wel idealist, ja, klopt. Ik ben verantwoordelijk voor de levering van stroom- en gascontracten voor Hilverstroom. Dus wij hebben al de samenwerking met alle buurtgemeentes hier en ook alle buurtcorporaties, 9 gemeenten van de Hart van Brabant. Daar ben ik maandelijks ook bij. En Mario van Gennep, die deze cursus heeft geïnitieerd, die heeft eigenlijk, die zei van nou Dave, wij vinden dit ook wel een goede cursus voor jou. Dus zodoende ben ik aangesloten bij de cursus. Een goede cursus is ook wel nodig. Er wordt namelijk veel verwacht van de kersverse lichting energieambassadeurs. Ik verwacht eigenlijk dat deze mensen andere mensen gaan enthousiasmeren om na te gaan denken over wat zij zelf kunnen bijdragen aan slimmer omgaan met energie en duurzaamheid in de breedte uiteindelijk. Dus dat is denk ik wat deze groep in de wijk mag rondzaaien. Ja. Gelukkig staan de ambassadeurs al in de startblokken om met verschillende vragen uit de buurt om te kunnen gaan. Eigenlijk allerlei vragen. Hoe kan ik besparen? Heel simpel gezegd, we pakken een energierekening. Nou, betaal je niet te veel voor je stroom, betaal je niet te veel voor je gas. Een stukje gedrag van wat doen apparaten, wat kan ik daarmee besparen? Een simpel voorbeeldje, een ledlamp kost 5 euro, maar die heb je gewoon in een jaar tijd, heb je die gewoon terugverdiend. Nou, dan krijg je nog de volgende stap. Hoe ga ik bijvoorbeeld energie opwekken? Nou, dan heb je het over zon, dan heb je vervolgens ook nog je warmtewinning van hoe kan ik uiteindelijk van het gas afgaan. Genoeg mogelijkheden om groot of kleinschalig aan de slag te gaan met je huis. Maar dan moet dat ook wel gebeuren. Al hoeft deze nieuwe energieambassadeur niet lang na te denken over de vraag of de klimaatdoelen in de regio haalbaar zijn. Ja, die gaan we halen. Vooral van het gas af in 2050, want op een gegeven moment is er geen gas meer. Dus we zullen wel moeten. De technieken zijn er. Dus ik denk wel dat we ze gaan halen, maar dat het wel heel ambitieus gaat zijn. En dat we het ook echt met z'n allen moeten gaan doen.
Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht op www.aandeslagmetjehuis.nl.